Hallo allemaal, welkom bij weer een nieuwe video. We zijn onderweg naar Kronenberg. Daar rij ik 4 paarden, 1 tot en met 4 ster. Ik ga jullie proberen zoveel mogelijk mee te nemen, maar ik ben alleen. Want ja, Inge zit natuurlijk met een been. Die is weer geopereerd, de platen eruit. Die zit nu in het gips, dus die mag helemaal niks. Dus die is bij de ouders. Dus ik ben alleen. Gelukkig rijdt Anouk ook mee op wedstrijd, die jullie al lang kennen natuurlijk, want die werkt bij ons. En die komt mij een beetje versterken. Maar voor de rest ben ik alleen met 4 paarden, dus ik neem jullie zoveel mogelijk mee, maar ik kan niet beloven dat alles te zien is. Ja, we hebben gelukkig 4 paarden, dus er is vast wat te zien. We hebben er heel veel zin in, het is mooi weer, de zon schijnt. Ik heb Hade Lolodine mee in de 2-ster, oftewel Hade. En Claritina, Tina van Inge in de 3-ster. Wilbert gaat mee in de 4-ster. En dan hebben we een nieuwe topper, die is pas een week op stal. En Besseder, die gaat mee in de 1-ster. Dressuur zal nog een beetje overleven zijn, maar het springen en cross gaat al heel goed. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik ook de nadruk een beetje in de training op het springen en cross heb gelegd. Dus we hebben nog weinig dressuur getraind. En die moet vandaag als eerste dressuren, dus dat wordt nog even spannend. We hebben er wel zin in nogmaals. Super mooie wedstrijd natuurlijk op de Peelberg. Hele mooie accommodatie. Dus ja, dus de rest zien jullie strakjes, want we zijn nog even onderweg. Het is nog een stukje rijden natuurlijk naar Limboland. Paspoort meegepakt, dus ja. Zien jullie ons straks als we in de Peelbergen zijn. Nou, we zijn gearriveerd. De stal is geïnstalleerd. Ik zit al op Ambassador. We hebben namelijk familiarization, oftewel de baanverkenning. Hier is 2, 3 en 4 ster. En de 1 ster is hier in de piste hiernaast. Dus we gaan even op de baan heen. Dan mogen we even de baan verkennen. Want dat heeft hij wel nodig, want hij heeft nog nooit een dressuurbaan gezien. Dus het is spannend genoeg. En er is natuurlijk genoeg te zien op dit hele mooie terrein. We hebben er zin in. Nou, we hebben net dressuurproef gereden met Ambassador. Hij is er een beetje moe van. Hij kijkt nog steeds blij gelukkig, hij heeft het warm. Hij liep een superproef, of niet wel super, voor wat we konden verwachten. Dus er gaan nog verbeterpunten. Maar hij liep een mooie steadyproef, kreeg bijna 62%. Hij was braaf binnen de bordjes, was natuurlijk de eerste keer dat hij in de dressuurbaan liep. Dus ja, die hadden we van tevoren getekend. Super blij mee, heel tevreden. En dat belooft wat voor de rest van de wedstrijd. Vind je niet, Iris? Mooi. Ja, allemaal vrijwillige grooms deze week. Dus zonder vrienden kunnen we niks deze week. Dus bedankt. Echt wel. Goedemorgen allemaal. Het zijn donderdagochtend. Zoals je ziet ben ik zo het bed gerold. Want mijn haar zit super sexy. We zijn ons aan het klaarmaken voor de dressuur van Wilbert. Die is de volgende. En dan hebben we vanmiddag Tina en Hade ook. Dus dan kunnen we ons morgen mooi richten op het springen en de cross van Ambassador natuurlijk. Maar dus nu eerst het dressuren van Wilbert. Zoals je ziet is het echt heerlijk weer. Ik bedoel, we zitten in fucking oktober. En we hebben mooi weer. Wat willen mensen? Nog meer! Dus ik ga even mijn slipjasje pakken. Niet mijn slipje, dan goed luisteren. Mijn slipjasje. En dan gaan we op Wilbert. En dan zien jullie zo de proef van Wilbert voorbij knallen, hoop ik. Hey Willy! Dat is een snoepje. Met daar.
Ja, die heb je wel verdiend, hè? Na zo'n goede dressuurproef. Hey Willy. Nou, net een super goede dressuurproef gereden. Willy heeft uiteraard zijn snoepje al gehad. Stapgedeelte moest nog wat beter. Daar krijg je dan veel spanning. Gaat die dribbel of stilstaan. En één wissel was wat minder mooi. Maar het drafgedeelte was subliem. Echt heel tevreden mee. Hij is een move waar geworden. Dus ik ga hem even lekker nabezorgen, want dat heeft hij wel verdiend nadat hij zijn goedsplek heeft gedaan. En dan snoepje heb je al gehad, dus hij komt zeker niks kwartier. Dat is check. Nou, tussen het rijden door moeten ze natuurlijk ook even grazen. Deze topper heeft natuurlijk gisteren gelopen, dus die doet vandaag even een dagje aan de longe. Even grasjes eten, even ontspannen, even relax. En dus voor mij ook een klein rustmomentje tussen alle vier de paarden door. En cross lopen, en verzorgen en alles. Dus lekker druk weet je, maar dit is even een rustmomentje voor ons. Ja, ambassador. Oeh, ik moet meegelopen. Nou, klaar voor dressuurproef 3. Tina. Ze kijkt ook een beetje alsof ze zin heeft in dressuren team. Anouk, ja, Anouk heeft een mooi gevlochten. Een shiny, ready. Voetjes gewassen, helemaal schoon. Ready to rumble. Oh, knuffel. Paard van Inge natuurlijk. Tina de dressuurproef gehad. Liep een steady, brave proef. Het is nog lang niet geweldig en het moet nog veel stoerder, gaver, beter. Maar geen grove fouten. In de galop mocht ze wat constanter zijn in de verbinding, maar verder super. Dus ja, geen grove fouten. Deed de oefeningen goed, ze luisterde goed. Dus heel blij met haar. Het moet nog veel beter. Daar gaan we lekker de winter aan trainen. Maar voor nu heel tevreden en heel happy met haar dressuurproef. En dan gaan we ons nog voorbereiden op deze. Haden moet nog dressuur lopen als laatste. Dus vanavond om 4:30 vanmiddag. Hier is Haden nog aan de beurt. En dan hebben we alle dressuur gehad. En dan gaan we morgen springen. En één sterk crossen. Dus we hebben er zin in. We zijn druk. Het is leuk. Mooie wedstrijd. Lekker zonnetje. En de paardjes doen het goed. Dus ik ben helemaal happy.
Nou, we hebben het eerste springparcours al gehad, zoals jullie net gezien hebben. Super nul ronde. We zijn klaar voor de tweede. De tweede is Tina. Drie ster kort. Dus, het is weer een stukje hoger, hè? We hadden net één ster, dus dan is Tina twee gaatjes hoger. En een beetje technischer en een beetje meer. Dus het wordt wel iets moeilijker opgegaan dan net. Ik moet mijn knoopje nog even dicht doen, zoals je ziet. Aankleden is lastig als Inge er niet bij is. Maar we gaan lekker losrijden met 10. En dan gaan we zo 3 ster parcours springen. We hebben zin in, het is lekker weer, zon schijnt. Dus wat willen we nog meer in oktober? Zo, derde springronde voor vandaag. Willy? Willy! Willy! Happy me! Vandaag! We zijn helemaal klaar voor. 4 ster springen. Dus weer een gaatje hoger dan Tina. En wat technischer. Dus ja, spannend, moeilijk. Bijna opgezadeld. Ik ben bijna klaar. Ik zal dat nog even doen naar mijn jasje aan. En dan gaan we kijken of we de derde nulrit voor vandaag neer kunnen zetten. Want daar gaan we voor natuurlijk. Nou, net gesprongen met Wilbert. Twee keer in de combinatie fout. Dat was niet ons beste optreden helaas. Had wat spanning gepast. Dus ja, dat is het vinden dan wel. Het draait om morgen, want dan is het cross. Dat is het belangrijkste. Voor nu gaan we thuis weer verder met springtrainen en focussen op morgen op de cross. Yo. Ready voor de eerste cross van deze week? Nummertje aan, 49. En best, er is er helemaal klaar voor. Hij heeft natuurlijk al gesprongen. Dus ja, we hebben nog een half uurtje. Dus we gaan rustig opstappen, losrijden. Mijn haar goed doen. En dan gaan we de 1 ster losrijden. Ik heb er zin in. Ik hoop hij ook. Dat is natuurlijk nog wel spannend, want zoveel ervaring heeft hij niet. Dus ja, we gaan meemaken hoe hij het aanpakt. Sorry, mijn nummertje zit scheef. Kan echt niet. Dus hey ho, let's go. Nou, we zijn aan de finish. En Besse, die liep super foutloos. Het was 1 seconde langzamer dan deze topper hier. Die Rea is de 1 ster ook foutloos. Dus dat is super. En Besse, er is super fit.
liep heel simpel, galoppeerde goed, alles op groot, goed aanpakken. Alleen ik was een beetje bang poepend aan het begin, omdat ik hem nog niet zo goed ken. Dus ik had een beetje veel teruggereden aan het begin, dat kostte me tijd. Maar het einde was super en ja, hij deed geweldig. Dus helemaal blij, enthousiast. Gaan we snel naverzorgen. Maar wat een geweldig park. Zo, nou, na drie springparcours en een cross is dit de laatste. Ade, kijk of je er zin in hebt. Ade is helemaal mooi opgezadeld. Ziet er netjes uit. We gaan kijken hoe hij de twee sterren springparcours gaat lopen. Het gaat een mooi parcours, vloeiende lijnen. En ik heb weer mijn schotlast gelaten. Dus ja, we hebben er zin in. Hopelijk werkt Ade een beetje mee. Maar we hebben alle vertrouwen in. Kijk, ze wordt al enthousiast. Dus hey ho, let's go! We zijn alweer op de zaterdag, Wilbert. Dus de vierster cross, de zwaarste cross die er is. We hebben er zin in. Moeilijke cross, veel vraagstukken, moeilijke combinaties, heftige waterbak. Dus ja, spannend. Ik moet nog even mijn rugnummer goed doen. Ik ga het aankleden als Inge er niet bij is, dat wordt echt helemaal niks bij mij. Maar we hebben er heel veel zin in, we zijn er klaar voor. Dus ik hoop dat we er vast kunnen houden en dat we met een goed gevoel de cross doorfietsen. Nou ja, krijgen. En dan zien we jullie hopelijk zometeen en blij aan de fiets. Zo, nou Wilbert liep een geweldige foutloze cross. We hadden gisteren natuurlijk drie balken, dus we stonden ergens in de middenmoot, niet meer op winkansen. Dus we hebben niet zo hard gereden. Dus want nogmaals, dan voegt het niet zoveel toe om heel hard te rijden. Dus dan gaan we voor dat hij gewoon lekker fit en happy is. Ja, hij was echt geweldig. Hij was aan, hij werkte mee. Echt dolgelukkig met hem. Hij is helemaal happy, hij is fit. Dus kan niet beter. Ik ben dolgelukkig. Hij trok aan, hij luisterde goed. Echt een geweldig paard. Happy Willy! Vond je dit nou net zo leuk als alle andere video's? Doe dan een duimpje omhoog. Vergeet niet te subscriben. En vergeet zeker niet om volgende week te kijken. Doei doei!